Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaatsen.nl. Helaas heeft vandaag bewolking de overhand gehad, dat geldt ook voor afgelopen nacht. Het had toen tamelijk helder moeten zijn, zodat het flink kon afkoelen, lokaal onder de min 10 graden. Op de meeste plaatsen is dat niet gelukt. Slechts op een enkel weerstation werd net aan min 10 gemeten. Op de meeste plekken was het zo rond de min 5. De bewolking had dus vandaag ook de overhand en we zien boven de Noordzee ook wat dikkere witte wolkenplukken zitten. Dat zijn wat lichte buien die inmiddels over het uiterste westen van het land vallen. We kunnen ze ook op de radar zien. Ze komen vanaf de Noordzee langzaam het land op. Boven zee zijn het regenbuien, maar omdat het land koud is, valt er bovenland hoofdzakelijk wat lichte sneeuw of motsneeuw. We zien ook dat de buitjes boven land grotendeels weer verdwijnen. Dus op de meeste plaatsen valt er maar heel weinig sneeuw. Amper om het nog echt weer wit te maken. Voor vanavond ziet het weerbeeld er als volgt uit. Wolkenvelden hebben de overhand, maar af en toe zit er een gaatje in het wolkendek. Op de meeste plaatsen vriest het weer licht in het noordoosten en oosten matig, met temperaturen tussen de min 1 en min 6 graden. En er staat nog steeds weinig wind. Komende nacht houden we dat weerbeeld vast. In het binnenland op veel plaatsen matige vorst, zo rond de min 5 graden. Als er een tijdelijk wat bredere opklaring is, dan zou het heel plaatselijk min 9 kunnen worden, maar dat zal lang niet overal het geval zijn. Voor de rest kan er op enkele plaatsen misbank ontstaan. Dan morgen overdag. In de ochtend is er nog een beetje wat ruimte voor de zon, maar in de middag raakt het geheel bewolkt en volgt er vanuit het noordwesten een neerslaggebied. De eerste neerslag ligt, ligt rond het middaguur al over het noordwesten van het land en in de loop van de middag bereikt het dan het oosten. In de kustgebieden valt hoofdzakelijk regen, maar wat verder landinwaarts, waar het zeker in de ochtend nog behoorlijk koud is, zelfs onder het vriespunt, daar valt natte sneeuw of sneeuw. Er kan een klein beetje sneeuw ook blijven liggen. Maar uiteindelijk aan het einde van de middag en in de avond gaat de temperatuur vanuit het westen uit oplopen tot ruim boven het vriespunt. Uiteindelijk is het in de loop van de avond 1 of 2 graden in het oosten tot zelfs 5 graden in het westen. De temperaturen die je hier op de kaart ziet, dat zijn de middagtemperaturen. De wind draait uiteindelijk naar het zuiden tot zuidwesten en wordt matig aan de zee soms krachtig. Windkracht 4 tot 6. Ja, en dan het weekend. Dat ziet er ronduit wisselvallig uit. Zowel zaterdag als zondag valt er van tijd tot tijd regenbewolking de overhand. En overdag is het zo'n 5 tot 8 graden. In de nacht, tussen zaterdag en zondag, ligt het minimum rond een graad of 5. De temperatuur blijft dus zowel dag als nacht over boven nul. En dat betekent dat sneeuw en ijs behoorlijk snel gaan verdwijnen. Voor de rest staat er ook van tijd tot tijd nog een behoorlijk stevige wind, met name op de zaterdag uit een zuidwestelijke richting. Op maandag zien we dat de temperatuur weer een klein stapje terug doet. Dan verschijnt er ook langzaam weer wat winterse neerslag in het weerbeeld. De wind draait naar het noordwesten en is nog altijd matig of vrij krachtig. Kijken we dan nog even naar de lange termijn, de 15-daagse, dan zien we die duidelijke sprong omhoog in het aankomende weekeinde. En ook dat de temperatuur daarna weer ietsje omlaag gaat. De kansen op een vorst in de nacht nemen ook weer wat toe. Maar lang zo koud als dat het in de afgelopen nachten af en toe was, dat wordt het voorlopig niet meer. En ja, wat betreft het schaatsijs, dat gaat dus heel snel achteruit. De lijn gaat van 5 centimeter op een aantal plaatsen op dit moment naar 0. Aan het einde van het weekeinde. En dan zien we in de loop van volgende week dat er een heel klein beetje ijs weer tot stand kan komen. Maar dat is zeker niet dik genoeg om op te gaan schaatsen. Dus geniet nog eventjes op vrijdag, met name in de ochtend, als je nog even de schaatsbaan op wilt. Want daarna is het toch echt even voorbij. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.